De meeste gasten in onze verblijven in april brengen een bezoek aan de Keukenhof. Vaak is de vraag aan ons, is het daar leuk? Maar met schaamrood op onze kaken moeten we dan zeggen dat we er nog nooit zijn geweest. En daar wilden we veranderingen aanbrengen. Maar ook in deze aflevering een vriendinnenretreat met veel bijzondere momenten, nieuwe inzichten en gezelligheid. Dit is Daisy en ik ben Michel. Wij kochten dit eiland vlakbij Amsterdam en we hadden geen idee welk avontuur zou volgen. Sinds het moment dat we het kochten is ons leven dit eiland. We zijn het continu aan het verfraaien en uitbreiden en inmiddels is het een echt bedrijf geworden. Leuk dat je kijkt naar deze aflevering. Het is jouw pauzemoment aangeboden door Happy Island. En wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal en klik op het belletje. De Keukenhof. Ooit was dit een jachtgebied. In de 17e eeuw werd het een landgoed en in 1949 bedacht een groep bloembollenkwekers het plan om op het landgoed een tentoonstelling van voorjaarsbloeiende bloembollen te maken. De Keukenhof was een feit. Wij waren er in de laatste week van de bloei, dus veel was al uitgebloeid. Desondanks was het de moeite waard en hebben we veel mooie en leuke beelden gemaakt. Het kleurrijke decor is iets wat typisch bij Happy Island past. Het is in deze periode druk met retraites voor vriendinnengroepen. Het is leuk om telkens een programma te bedenken dat helemaal past bij de vriendinnengroep. Weer druk in de weer, mevrouw Evers. Hi! Ja, we gaan er weer voor. Wat dan? We krijgen een vriendinnenretraite. Van Anita, die is getrouwd en die heeft een vrijgezellenfeest gehad. En die wil haar vriendinnen, die dat vrijgezellenfeest Maar er komt weer een vriendinnenretraite, hè? Nou, wat is dat toch? Zijn het geen vriendinnen? Nee, nou ja, wel een soort van. Nou, het zijn nu sowieso Limburgse meiden, dus dat is heel erg leuk. Ja. Kan ik lekker plat kallen. Maar het zijn meiden die zitten in een businessclub samen in Maastricht. En die geven altijd ook voor elkaar. En om de zoveel tijd komen ze bij elkaar met z'n achten. En dan hebben ze ook iemand die een spreker altijd uitgenodigd. En dan blijven ze zelf ook onderwijzen. En die hebben nu gevraagd of ze een business retreat hier mogen komen doen. Dus die komen 2 dagen naar Happy Island. Dat is echt heel erg leuk. En het allerleukste daarvan is dat mijn ex-collegaatje is van TV Limburg, Josje Smeets. En wij zijn elkaar nooit kwijtgeraakt. We zijn altijd vriendinnen gebleven, maar wel qua werk natuurlijk. En wij zijn op een gegeven moment ook qua werk allebei weer hetzelfde gaan doen. Zonder dat we dat van elkaar wisten. Zo ben ik natuurlijk de geluksvee, maar Josje is de gelukspsycholoog. Dus dat is, ik denk, wordt een top 2-daagse, denk ik, met elkaar. Dus ik kijk er heel erg naar uit. Ik voel allemaal kriebels van leuk om haar weer te zien. Maar ja, ook kriebels omdat het leuk is om die andere 7 ondernemende vrouwen te zien. Dus ik denk dat het gaat bruisen hier. Misschien maak ik 2 rijen kaarten, dan kun je kiezen welke je wil. Wil jij er ook in trekken? Nee hoor. Nee? Jawel. Doe nou maar gewoon. Het zijn inspiratiekaartjes, er staat niet een of ander moeilijk verhaal op. Pak er maar in. Zeg maar stop. Stop. Die? Ja. Het is voor jou, hè? Mm-hmm. Vandaag leef ik licht, ik laat alles los. Prachtig. Ik zou niet alles loslaten. Nee. Ik zou dat niet doen. Mm.
Zo, dit was er weer een. Jouw pauzemoment aangeboden door Happy Island. We hopen dat je een grote glimlach op je gezicht hebt. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.